als ik daar dan ben en je vraagt hoeveel pk die heeft, en dan zegt hij 30. Of weet ik veel. Hoeveel die ook zegt, weet ik veel. Ik hoop niet 30, maar ja, nee, hij zegt gewoon iets. Het maakt niet uit wat hij zegt. Hij kan 3000 zeggen. Dan denk ik, dat is 3000. Of 30. Dat is 30. Ik hoop ook niet dat hij zegt 3000. Ik hoop iets ertussen, Steef. Maar... Stefan heeft een raket gekocht. Een raket of een soort hondenslee. Die zijn er om op te lossen. En dat is precies wat wij, Anna Chimbrere, Stefan Pop en ik, Tex de Wit, in deze podcast doen. Welkom bij Zo Opgelost. Aflevering na aflevering tackelen wij een probleem. En ook deze week moet het een fluitje van een cent zijn. Het probleem is van Stefan. Kijk, een paar keer in je leven heb je een belangrijke beslissing die je moet maken, toch? Mm. Of een belangrijke aankoop. Dat is vaak... Wel of geen condoom. Je duikt er meteen in. Ja, je zit er, dit was snel. Nou, ja, kinderen is dat wel. Kinderen, jou, inderdaad. Kinderen is een grote beslissing. Ook een dure beslissing. Ja. Toch, Tex? Ja, heel duur. Een prijzige hobby. Een huis. Een huis ga je toch... Ja, dat doe je maar een paar keer in je leven. Allebei dingen die ik niet heb. Leuk. Oké. Okay. Ja. Maar je wil dat wel met gedegen onderzoek doen. En een auto. Ja. Een auto koop je dat toch wel vaker dan een huis gedurende je leven. En er is een hele grote groep mensen die helemaal geen verstand heeft van auto's. En daar val ik onder. En wij kopen ook auto's. Ook wij leken kopen auto's, ja. En mijn probleem is, hoe koop ik een auto terwijl ik geen verstand heb van auto's? Interessant. Dit is wel iets wat er... wat mij dus vorig jaar is overkomen. Want vorig jaar moest ik dus een auto kopen. Ja. En toen heb ik wat onderzoek gedaan. Allereerst kwam ik erachter dat 90% van de tijd staan auto's stil. Ja, 97. Dat is 97? Absurd. Ja, belachelijk getal. Zo. Ja. 93 of zo. 93. Ja. Ja. Boven de 90. Dus je koopt iets wat vooral stil staat voor je huis. Toch, dat daar is gaat heel... mijn oplossing ook over, dus dat is top. Dus dat is al heel raar. Toen ging ik kijken van, oké, wat kopen mensen? En ik ben iemand van, oké, hoe zien ze eruit? Zeg qua vorm. En welke kleur? Ja. En daar zijn dus meerdere... Heel erg de behoefte om nu een vergelijking naar je vriendin te maken, maar ik doe het niet. Okay. Hebben jullie auto's? Nee. Je hebt geen auto? Enkel fout. Auto. Auto. Ja, ik dacht meer fout ook vrij optimistisch. Ja. Maar leuk, ja. Nee, maar omdat jullie met z'n tweeën zijn, dan hebben jullie, als jullie alle twee een auto. Nee, we hebben samen één auto. Hebben samen één auto. En wat voor auto heb jij? Een grijze. Een grijze. Nou, nee, maar je lacht. Ik heb hier op kleuren voor mensen wat voor auto's rijden. Oh, echt? Zo heb ik er naar gekeken. Ik kijk, ik koop gewoon, ik heb geen verstand van auto's. Dus grijs. Rij je in een grijze auto, dan probeer je waarschijnlijk onopvallend te blijven. Oh, doe maar normaal, dat is je motto. Ja. Neem je deze kleur in een matte uitvoering, dan kan het ineens het omgekeerde zijn. Ordinair. Dan ben je ordinair. Sowieso metallic. Ja, metallic. Glanzend. Ja. Wat leuk. Station wagon? Nee. En ik weet niet. Een niet station wagon. Is het een middelgrote auto? Ja, middelgrote. Nou, daar heb ik hier ook over. Middelgrote. Ja, ik pas erin. Ik kan niet altijd het stoplicht zien als ik zit. Maar middelgrote auto, hè? En dit, ik bedoel, ik heb dit gewoon meegenomen. Dus ik wist niet dat jij middelgroot... Je hebt waarschijnlijk bruin haar, een hbo-opleiding of hoger. En je gaat het liefst op vakantie naar de zon. Is dat een witte auto of een... Dit is een middelgrote auto. Dus je hebt het op verschillende type auto's en op kleuren. Waar heb je dit vandaan? Ja, zo'n psycholoog onderzoek. Hebben ze gewoon op data gekeken wat voor soort mensen wat voor auto's kopen. Ja, wat is jouw favoriete kleur auto? Nou, als je eentje zou moeten kiezen. Ik hoef niet per se naar de zon trouwens. Wat jij denkt bij mij, op basis van hoe je mij kent, wat je denkt dat ik voor auto zou hebben. Nou, ik zou voor paars gaan dan. Paars? Echt mijn minst favoriete kleur. Ik heb een auto die zwart-paars is.
Die is een beetje zwart. Zwart paars? Ja, hij is zwart paars. Meer zwart of meer paars? Ja, meer, veel meer zwart. Veel meer, ja, aubergine richting zwart. Maar zwart, maar met een. Dat je denkt, is dat nou paars? En wat zegt dat over jou? Nou ja, kijk, paars is, heb je een paarse auto, dan pas je in het rijtje van Hans Kazan. Ben je borderline. De kleur wordt vaak gekozen door creatievelingen die niet bang zijn out of the box te denken. Ja, of die juist willen laten zien dat ze out of the box denken. Dat kan ook. Ja. Ja. En de meeste mensen hebben een zwarte auto. Rij je in een zwarte auto, dan vind je respect erg belangrijk. Oef. Iedereen moet jou met respect behandelen en zo verplaats je je ook over het wegennet. Dat is mijn vriend. Maar dat jij dus, iedereen moet jou met respect behandelen, maar andersom niet per se, denk ik, toch? Ik bedoel, je wordt zo vaak afgesneden door een zwarte auto. Zo grappige theorie. Ja. Ja. Ik heb dit een beetje gehanteerd voor die zoektocht die ik had vorig jaar. En daar ben ik... Kleur? Ja, een beetje gewoon. Interessant. Ik had gewoon wat gezocht wat ik moest kopen met hoe ik over zou komen. Ja. Daar heb ik nog het meeste verstand van. Met je image, hè? Met image. Hoe je overkomt, ja. Kijk, ik bedoel... Een marketingman is dit. Je zit een marketingman, ja. Dus, maar van auto's zelf heb je dus geen verstand. Dus het ging langs. En het was bij in Hoofddorp. En dat is heel vaak om een industrieterrein, toch? Ja. En dan sta je naast een auto. En je hebt gewoon... Kijk, als je geen verstand hebt van auto's, dan denk je alleen in budget. Dus dan denk je gewoon... Tuurlijk. Ik ga €12.000 uitgeven aan een auto. Dat is het. Dat is de max. Dus je zegt tegen die, ik ga tot €12.000. Dan begint hij bij €13.000. De eerste auto. Ja, dit is echt de stop. Alles wat je wil zit erin. Hij is zwart, paars, weet ik veel wat. En dan stap je in die auto en dan doe je dat rondje. Heb jij ook een auto gekocht, toch? Ja, zeker. Dus dan moet je dat rondje over dat industrieterrein rijden. Maar je hebt geen verstand van auto's. Nee. Dus je zit in die auto. Waar leg je op? Ja. En je denkt zo, ja, weet ik veel. Ga je luisteren naar de motor. Twee denkt... Het was vergelijkend, nou weet je. Ik weet dat je gewoon naar luisteren. Oké, hij doet het. En dan doe je de ruitenwissers aan en uit. Dan denk ik, nou, dat is misschien wel het minst belangrijke van de auto. Ja. En dan kom je terug en zeg ik heb ook nog wat anders. En toen had hij een auto waarbij... Hij was €17.000. Het was al veel verder over mijn budget gegaan. Veel te ver. Zijn hier echt goed in. En toen zei hij zo... en de achterbank kan naar achter. Wow. Kan plat. Ik zo, wat? Wauw. Nee, maar niet plat. Hij kan naar achter. Oh. De achterbank kan naar achter. Dus zoals je, zeg maar, die bijrijdersstoel kan toch naar voren en achter? Ja. Dan kan die hele achterbank. Ja. Geweldig. Dus dit is geweldig. Ik zei zo, want als mijn kinderen erin zitten, dan ga ik hem gewoon naar achter doen. En dan, hoor ik ze minder hard schreeuwen? Ja. Dus toen dacht ik, ja, dit moet gewoon een auto zijn. Dit is €5.000 extra waard. Dus daar had ik die auto op uitgekozen. Ik denk, dit is geweldig. En dit is de overzienkleurige middelgrote auto? Ja. Leuk. Dus toen ging ik naar huis en toen zei ik tegen mijn vriendin... het is dus iets duurder geworden. Het is €17.000 geworden. Dus daar was een beetje pissig over. En toen zei ik tegen mijn vriendin... Maar luister, de achterbank, die kan dus ook naar achter. En toen zei mijn vriendin... Dat is geweldig. Wow. Dus ergens een oplossing is wel... dat je een partner hebt die ook niks weet van auto's. Ja. Maar eigenlijk voor een volgende keer zou ik gewoon willen weten... van als ik geen verstand heb van auto's... Ja. Hoe koop ik dan auto? Gaan wij voor je oplossen. Ja. Ik zou hier echt maanden research voor doen. Ja, serieus? Ja. Als ik een telefoon koop, nou moet ik eerlijk zeggen, ik zit nu aan één merk vast. Maar ik zou bij alles wat ik koop, wat zeg maar enigszins dus, technologie heeft, dan ga ik alle reviews lezen. Consumentengidsen, autobladen. Dat is eigenlijk mijn eerste advies zou altijd zijn. Vraag een vriend die er wel verstand van heeft. Maar nou zie ik dat je aan tekst ook al niks hebt. Kijk, ik weet niks. Maar dat is inderdaad... Ik weet ook niks van auto's. Ik deed rijexamen. Met de ANWB was dat. Dan moest je met z'n tweeën rijexamen doen. Met één iemand anders zat dan achterin en omste beurt. Oh, ja? En hij zei tegen die andere jongen... Zei die, volg die Volkswagen 2i Opel Picanta serie. En bij mij was het gewoon achter die rode aan. En dan gaven ze elkaar zo'n blik van kneus. Nou goed, dus ik weet dat ook niet, maar ik heb precies hetzelfde advies. Want wij weten dan niks van auto's, maar er zijn zoveel mensen die zitten, dat wist ik ook niet, ook vrienden van jou, die zitten gewoon de hele tijd op tweedehands autosites zo en die grappig, zitten alles te bekijken. En heb je die nieuwe Honda gezien en dit? Ja. En die zijn er alleen maar mee bezig. Dus het allerbeste wat je kan doen is gewoon die vriend identificeren. Ja. En zeggen, hier is €12.000. Ja. Ik hou van paars. Ja. En mijn kinderen moeten erin passen. En heel veel plezier. Een soort van
kopen zonder kijken. Een maar beetje dan wel. Voor auto's. Ja. Dat is gewoon het is. Kijk maar waar je mee terugkomt. Kopen zonder rijden. Ja. Je hebt namelijk twee vliegen in één klap. Want waar ik ook achter ben, is dat mensen die ergens verstand van hebben, weinig dingen leuker vinden dan praten over dat waar zij verstand van hebben. Dus het is ook goed voor je vriendschap. Ik vind het idee dat ik niet weet wat ik krijg, er heel leuk aan. Ja, dus dat iemand voor jou dat... Ja, want kijk, een vriend bellen, dat heb ik natuurlijk zelf ook wel een beetje gedaan. Ja. En dan zeggen ze, je moet op PK letten. Dus nee, ik ben daar ook wel geweest. Dit gaat niet nee, je moet gewoon nee, want ik, okay, als ik daar dan ben en je vraagt hoeveel PK die heeft, en dan zegt hij 30. Of weet ik veel. Weet ik veel hoeveel hij ook zegt, weet ik veel. Ik hoop niet 30, maar ja, nee, hij zegt, hij zegt iets, gewoon ja. iets. Het maakt niet uit wat hij zegt. Hij kan 3000 zeggen. Dan denk ik, dat is 3000. Of 30. Oh, dat is 30. Ik hoop ook niet dat hij zegt 3000. Ik hoop iets ertussen, Steef. Maar, Stefan heeft een raket gekocht. Een raket of een soort hondenslee. Ik heb nog even iets, want stel jij hebt die vriend niet. Ik kan me niet voorstellen dat jij niet zo'n vriend... Ik had zelf een vriend. Mijn auto heb ik gekocht. Met een vriend die gewoon... Hij gaf mij ongeveer het linkje naar de specifieke auto en de dealer waar ik heen moest rijden. En hij zei, je moet op dit bedrag uitkomen. Dus toen kon ik ook onderhandelen. En ik wist gewoon, het komt daarop uit. En het is helemaal precies zo gegaan. Oh, wat goed. Ik hoefde er alleen maar heen te rijden. En zijn vader zei hier. Ja, hij met een snor. Nee, maar ik heb ook voor jou, als je die vriend niet hebt, heb ik het internet helemaal ondersteboven gekeerd. Oh, wat goed. Om even een crash course te doen. Ja? Ja. Het zijn natuurlijk ontiegelijk veel tips, want de andere helft van de bevolking houdt wel van auto's. Dus er is over niks zoveel tips te vinden als over auto's. Bijna voetbal. Ja, nou, echt. Oké, okay. Ik heb het samengevat in een ezelsbruggetje. Goed. Dat is auto. Auto. A-U-T-O. Ja? Ja. En het is het, helaas, omdat het kwam het zo uit dat het niet helemaal de goede volgorde is. Maar dan kan je het onthouden. Ja. A is ANWB. Ja. Dat is heel surf, maar ga gewoon naar de ANWB-site. Daar staan ook... Dat je niet in domme dingen trapt. Dus daar bijvoorbeeld iets als koop een auto in de buurt. Want als jij helemaal naar de andere kant van het land rijdt, dan denk je, ja, die zien we nooit meer terug. Die kunnen we lekker naaien. Dus je moet weten, diegene moet voelen. Oh, dat is goed. Hij is nog in de buurt. Er staat ook op hoeveel auto's waard zijn, waar je ze kunt kopen, welke site, welke dealer. Dat kan allemaal. PK. PK, dat precies. Dat het ergens tussen de 3000 en de 30 is. U is voor uitproberen. Je zei het al, maar daar ging je al een beetje de mist in. Altijd een proefrit en niet alleen op het industrieterrein. Want je moet een paar dingen testen. Kan hij hard? Kan hij naar Parijs en terug? Ja, kan hij naar Parijs en terug? Kan ik 2 weken lang in de Dordogne? Nee. Maar je moet wel, je moet een paar dingen doen. Je moet heel hard even, je moet even hard remmen. Ja. En ook iets wat heel veel mensen vergeten. Kijk even of je achteruit kan. Want wat? Is dat iets wat sommige auto's niet kunnen? Sommige die zijn daar, dan hoor je getik of zo. Of die zijn slecht. Dus je moet een paar standaardhandelingen moet je gewoon even doen. Dus? Het enige wat ik had namelijk bij dat rondje rijden is dat ik reed de hele tijd langs een McDonald's. En toen dacht ik, ja, ik kan wel een McDrive even proberen. Kijken hoe dat gaat. Dat is een goeie. Ja. Of je op een fijne hoogte zit bij het raampje. Zo. Of je geld kan geven. T is voor het type auto. Daar ben je al heel ver mee. Er zijn allemaal sites en testjes om erachter te komen. Wat voor auto past bij jou? He, paars, want jij bent super extravagant. Ja. En je vindt het gewoon een mooi kleurtje. Nee, dus daar moet je ook, je kan inderdaad persoonlijkheidstesten online doen. Van wat vind je mooi? Belangrijker, dit of dit? Dan komt dat eruit. En O is onderhandelen. Ja. Dat is de O. Dat had ik voor auto niet gedaan. Nee, want jij zegt, ik wil €12.000 uitgeven. Jij komt al met een soort van... He, je zegt al meteen, naai mij. Ja. Zo kom jij eigenlijk daar binnen. Die gasten, je hebt een soort lopend euroteken van... Hij weet, oké, nou, dan gaan we eens even boven zitten. En hij, wat ik ook roep, dat gaat hij doen. Onderhandelen is ook belangrijk. Kan dat bij iedere auto? Of bij alleen maar Kan zeker. Koop jij bij een... bij tweedehands. Koop je bij een particulier of koop je bij een dealer? Particulier, die willen van hun auto af, die willen geld. En die kunnen geen extra's bieden, dus daar ga je lekker laag zitten. Ja. Dus nooit zeg je, ik kan het hier cash aan je geven. Ja. Weet je wel, dan weet hij, kan hij nog lager. Als het te laag wordt, is hij gestolen. Moet je even uitkijken. Maar tegen een dealer... Als het te laag, oké. Bij een dealer ga jij afdingen, totdat die dealer zegt... Dat moet ik even met mijn manager bespreken. Maar daarvoor ga jij afdingen. En als hij eenmaal dat heeft gezegd, nou, dan komt hij terug... En dan zegt hij, ja, ik kan dit doen. Dan weet je, het lager kan niet. Maar en op dat moment, als hij niet meer lager kan... ga je zeggen, ik wil er nog een onderhoudsbeurt bij. Ik wil dit erbij, ik wil dit erbij. Kan dit dat erbij. Allemaal? Secundaire arbeid. Ik heb zin om auto te kopen om te kijken. Nou, ik ben blij dat ik er nog geen heb. Ja, dus dit soort dingen zijn allemaal belangrijk. Dus dankjewel auto, ANWB, uitproberen, type auto uitzoeken... en onderhandelen. Wat Stefan leuk! Pop. Nou, dit is dus geen oplossing, maar eigenlijk gewoon een heel goed handboek. Handboek is dit. Van kneuzen. Ja.
Leuke handlijst. Handleiding. Het valt mij op dat een aantal dingen jij niet noemt. Maar dat heeft het vooral betrekking op de T in het woord auto. Namelijk type auto. Ja. En ik denk meteen, en dat is misschien een beetje door mijn bias van de onderwerpen waar ik zelf graag mee bezig ben. Namelijk de toekomst. Denken jullie na als je een auto koopt over hoe lang kan ik daarmee in de stad rijden? Of wat gaat de regering doen met betrekking tot benzineauto's, parkeren, vergunningen? Wat gaat me dit allemaal kosten? Ja, ik toevallig nee, wel. Ik niet. Omdat ik elke keer als ik de stad binnenrij, op 500 meter van mijn huis, dan staat daar een bord inderdaad met de jaartallen. Ja. Ja. Dus daar hou ik wel rekening mee. Ja. Oké, okay, maar heb jij nu een benzineauto of een elektrische? Benzine. Kijk, oké. Okay, ik heb dus een beetje gekeken. Ik heb een hybrid. Dat ik toch even aangetekend heb. Heel goed, heel goed. Nou ja, ik woon zelf in Amsterdam, in de stad. En ik woon toevallig in een van de wijken waar je het langst moet wachten op een parkeervergunning. Ik geloof 10 jaar staat er. Maar er is ook wel wat voor te zeggen. Want er wordt nu steeds meer belasting gegeven op auto's. Zeker met benzine en diesel mag sowieso bijna de stad niet meer in binnenkort. Zwaardere auto's worden zwaarder belast. Dus het loont sowieso om een lichte of middelgrote auto te kopen. En daarbij wilde ik toch nog even noemen dat een benzineauto 200 bewegende onderdelen heeft. Een elektrische auto 20. Waardoor de onderhoudskosten van een elektrische auto voor een langere levensduur echt veel lager zijn. Dus de investering is nu aan de voorkant groter. Maar de kans dat je ermee naar de garage moet om te laten repareren en dus dat je genaaid wordt, is echt 10 keer zo klein. Interessant, toch? Ja. Ja, ja. Daarbij wilde ik nog even zeggen, jij zei het net al, 93% van de tijd staat een auto stil. Dat betekent dus dat je een auto, en daar is ook onderzoek naar gedaan, eigenlijk zou kunnen delen met 6 huishoudens. Ja. En dan heb je hem allemaal ongeveer evenveel nodig. Valt wel wat voor te zeggen om een deelauto te nemen in plaats van een bezitauto. Ja, dan moet hij dus een ander gezin vinden die helemaal lekker gaat op dat de achterbank naar achter gaat. En dan zeg je, hier is de rekening. Wie gaat daar niet lekker op? Ja. Ik snap serieus niet waarom daar in iedere heel auto lekker omgaan. Waarom? Kan je met zo'n knop zeggen, daar gaan ze. Wow, nou, ga je nog. Maar kijk, om nog eventjes mijn eigen... Sorry, ik ga toch even door. Ja, is heel leuk. Jullie mogen hem oppakken. Maar kijk, ik heb de kosten volgens Nibud voor het bezit van auto's zijn tussen de 300 en 650 euro per maand. Dat is inclusief aanschaf, maar ook aan alle vaste lasten. Over de gehele periode dat je die auto bezit. Ik zit meer in de deelauto-hoek. Als ik een ritje naar Hilversum doe, dan is dat ongeveer 40 euro, 50 euro per keer. Is best veel geld, maar altijd minder dan die 300 euro per maand. Want ik doe het nooit 6 keer per maand. Meestal ga ik met de trein. Ja. Dus tenzij je gezin hebt, dan is het natuurlijk wel anders. Nou, nee, maar ja, ik denk dat iedereen zichzelf wel wijs maakt die een auto heeft, dat hij of zij die auto echt nodig heeft. Maar als wij natuurlijk optredens hebben in het land, dan als ik met openbaar vervoer... hoe meer je niet in handen hebt... een show moet gewoon beginnen om 8 uur. Ja. Dus, of 8:30, of wanneer het ook is. Maar ik heb echt wel die auto nodig dan, of zo. Ja. Ik heb wel echt mijn eigen auto nodig, volgens mij. Ja, dat zou kunnen hoor. Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Maar ik ben wel met je eens met zo'n deelauto. Als ik 3, 4 andere mensen zou hebben. Ik werk bijvoorbeeld 's avonds. Ja. Dus ik heb hem vanaf 6 uur nodig. En iemand anders komt waarschijnlijk om 6 uur thuis. Dus wat dat betreft is het wel een goede afspraak die ik zou kunnen maken met iemand. Ja. Zo doen we dat. Precies. Nou ja, ik denk dus met dit soort dingen, en dat is net als met aan de voorkant uitzoeken wat je wel en niet wil en waar je aan moet voldoen, de auto. Maar volgens mij, als je dus voor jezelf financieel die berekening zou maken, denk ik echt dat heel veel mensen erop uit zouden komen dat een deelauto voordeliger is, financieel. Ja. En het is gewoon minder gezeik. Want je hoeft hem niet naar de garage te brengen. Je bent verzekerd. Weet je wel, al dat soort dingen. Maar goed, ik heb geen kinderen. En ik woon midden in de Amsterdamse stad. Dus ja, dat is misschien een beetje anders. Maar ik dacht, ik gooi hem toch even op. Kun je er even lekker laten broeden voor de volgende keer dat jullie een auto willen kopen? Ja. Ze heeft hier een manier gevonden om de planeet te redden. Maar hier is de fiets hoor. Een soort lobby die hier ook weer doordringt in deze podcast. Oh, World Economic Forum, gesponsord. Nou goed, dat wilde ik alleen even zeggen. Stefan, jij hebt dus zoek een groene auto, deelauto. Jij hebt de auto, het ezelsbruggetje. Of zoek een vriend die hier heel veel van weet, die gewoon de auto voor je koopt. Is dit probleem voor jou opgelost? Dit is voor mij opgelost. Echt? Want ik ga gewoon een vriend zoeken die met wie ik een deelauto ga kopen. Ja! Wil jij een auto delen met Stefan Pop en ben je vriend van hem? Ja, en een beetje iets van auto's. En is paars geen bezwaar. En wil je graag een achterbank die naar achterkant? Kan jij er zelfs op de achterbank zitten met je lange benen? Opgelost. Yay! Zo opgelost.
Heb je nou ook een probleem dat opgelost moet worden? Stuur ons even een bericht naar podcast@kro-ncrv.nl of slide in onze DM's op een of ander social media kanaal. En dan lossen we je probleem misschien wel op. Tot de volgende Zo Opgelost.